City Bond. Hoe belangrijk is deze oefentrip voor het proces dat jullie doormaken? Nou ja, het is heel belangrijk. Je ziet dat we afgelopen maandag of dinsdag bij elkaar zijn gekomen. En volgende week zaterdag begint het WK. Dat betekent dat je ieder moment en iedere wedstrijd die je speelt, iedere training die je hebt, optimaal moet gebruiken om de groep bij elkaar te krijgen. In het veld, buiten het veld. Nou hebben we gelukkig een team wat heel saamhorig is, wat het heel goed met elkaar heeft. Misschien niet een vriendinnenclub, maar wel een groep meiden die echt met elkaar iets willen bereiken. Dus dat proces aan de buitenkant gaat heel goed. Maar in het veld moet je ook gewoon minuten met elkaar maken. Je moet afspraken spelen tegen sterke tegenstanders en kijken, oké, waar loop je nou tegenaan? Hoe gaan we de problemen oplossen die ze ons voor de neus schotelen? Nou, en daar zijn deze wedstrijden heel belangrijk voor. Je ziet dat, omdat je die ervaring nog niet hebt van het spelen van de grote toernooien in de eindrondes, dat ze af en toe wat onzeker zijn over hoe lossen we dit nou op? Hoe gaan we om met een wat zwakkere fase in een wedstrijd? En dan zie je dat gisteren de wedstrijd die Noorwegen-Rusland die na ons was, we zitten kijken, dan zie je dat de Nooren ook achterkomen. Ja, die blikken of blozen niet en gaan gewoon door. Omdat ze weten, ja, als we ons spelletje blijven spelen, komt het aan het eind toch wel weer goed. Nou, die rust hebben wij nog niet. Dat hebben we nog nodig. En daarnaast moet iedereen, omdat we heel veel jonge meiden hebben, ook gewoon nog doorgroeien in de individuele kwaliteit. Denk je dat jouw ploeg, dat Oranje, ze staan en kan houden tussen al die grootmachten op het WK? Je zei het net al, wij zitten net onder de top nog. Nou ja, ik denk dat we de afgelopen toernooien hebben laten zien dat we daarin gegroeid zijn. Het afgelopen jaar op het EK zie je eigenlijk dat je tegen vergelijkbare landen speelt, maar eigenlijk voortdurend ook voor de overwinningsstrijd. Dus ik denk dat we zeker mee kunnen in de strijd met die grote landen. En dan moet het op een dag ook bij elkaar komen. En ik denk dat we daar met z'n allen ons heel bewust van zijn. En daar ook hard aan werken om dat voor elkaar te krijgen. En dan moet je bij de beste 8 komen. Nou ja, we willen het beter doen dan de vorige keer. We willen in de race blijven voor de Olympische Spelen. En dan is de eerste 8 halen zou een prachtig resultaat zijn. En er is een enorme wil om het te gaan doen. Maar brengt dat ook druk met zich? En daar moet je voor waken. Dat je het niet gaat zien als een soort van verplichting. Want ik vind dat kan je uit gaan spreken op het moment dat je het alles gehaald hebt en je weet wat er voor nodig is om het te doen. Wij moeten die stap nog zetten. Maar de ambitie is er ongetwijfeld in hoge mate aanwezig. En ik denk dat we op die manier ook de zaak moeten blijven benaderen. Dus veel meer vanuit willen en doen dan vanuit moeten. Die ambitie proef je ook, hè, als je tussen die groep zit. Nou ja, je ziet in mij er rondlopen, je spreekt ze en ja, dan hoor je het en je ziet het en je merkt aan alles wat ze doen. Het mooiste aan het team vind ik dat ze die ambitie delen. En dat ze ook elkaar gunnen. Ondanks dat iedereen hier loopt en weet van ik wil naar het WK, is er niemand die het een ander misgunt. En dat vind ik de saamhorigheid van deze ploeg. De gemeenschappelijke ambitie, de inzet, de beleving is prachtig om mee te werken. Ja, ik ben wel...